Na het teleurstellende Songfestival de Bacle zet Mia Nicolai, 27, haar carrière op een nieuw spoor. De zangeres gaat zich nu toeleggen op het geven van zanglessen, een aspect dat ze zelf heeft gemist tijdens haar eigen artistieke reis. Op Instagram deelde Mia haar motivatie, terugkijkend op mijn reis realiseer ik me dat ik een mentor heb gemist die me kon helpen bij het ontdekken van mijn stem, het vertellen van een verhaal en het vinden van de juiste toon. Mia benadrukt dat ze alles op eigen kracht heeft moeten ontwikkelen en is vastbesloten anderen te begeleiden op hun eigen muzikale ontdekkingsreis. Omdat ik die begeleiding zelf niet had, moest ik het zelf uitzoeken. Daarom ben ik er nu klaar voor om jou te leren. Haar motivatie voor het geven van zanglessen komt voort uit het plezier dat ze haalt uit het zien van anderen die hun eigen stem en artistieke expressie ontdekken. Geïnteresseerden kunnen zich bij haar melden voor persoonlijke begeleiding. Tijdens haar songfestivalavontuur met Dion Cooper gaf Mia aan het missen van coaching, met name van hun begeleider Duncan Laurens. Eerder had ook Duncan zelf aangegeven dat hij zijn aanpak had heroverwogen, zoals hij enkele maanden geleden deelde in Humberto.